Hallo mensen, welkom in een nieuwe video van mij. Vandaag zijn we weer terug in BeamNG.drive. Vandaag met een nieuw stuur. Dit wordt mijn eerste video met het nieuwe stuur. Het gaat nu namelijk om een Logitech G25. En ik zeg alvast sorry voor de geluiden. Worden jullie geluiden zoals dit? Of dit horen? Dan weten jullie dat het stuur is. Sorry voor dat kan ik niet echt wegkrijgen ofzo. Omdat het gewoon best wel harde geluiden zijn. Ik hoor ze zelf amper, zeker wanneer ik geluid van de game heb. Een koptelefoon op heb. Alleen, ja, jullie horen ze. Sorry voor dat. Misschien dat ik met volgende video's mijn microfoon alles kan ophangen of zo. Zodat dat dus beter wordt. Maar goed, genoeg gekletst. We gaan gewoon lekker spelen. En als eerste wil ik gewoon even gaan free roamen. Met het nieuwe stuur. En daarvoor gaan we naar de Hirochi Raceway. Er is geluid. Doet mijn stuur het? Ja. Oh, mijn gaspedaal doet het ook. Oh, het is een automaat. Dat was volgens mij Q. Oké, ho. Beetje te weinig gestuurd. Het stuur is niet super snel of zo. Maar het kan ook gewoon aan deze auto liggen. Kan ik ook naar de cockpit? Ja, alleen dus ik mijn snelheid niet meer. Ik moet denk ik even heel hard remmen. Zo, en ik heb hem nog. Ik heb hem nog, ja. Oh, deze auto heeft gewoon een automatische gearbox. Oh, er staat ook real automatic. Dus dat klopt ook wel. Alleen het is echt verschrikkelijk om hierbij op snelheid bochten mee te maken. Het kan ook zijn dat ik gewoon nog wat meer moet instellen. En ook voor één ding, ik dacht dat ik geen force feedback heb. Ik heb force feedback. Ja, dat heb ik dus ook wanneer ik crash. Oké. Genoeg gespeeld met deze auto. Oh, ik heb richtingaanwijzers. Heb ik ook een handrem? Blijkbaar heb ik geen handrem. Dus ik ga nu maar gewoon zo'n vehicle inspannen. Ja, we zijn op de Hirochi Raceway, volgens mij, hopelijk. Dus laten we dan ook maar een Hirochi auto nemen. All-wheel drive race, manual. En dan even een leuke kleur uitkiezen. Ik kon toch... Ja, ik kan meer kleuren. Een beetje... Mijn kanaal oranje. Beetje te licht. Maar ik doe het ervoor. Ik hoef alsnog geen koppeling in te drukken. Maar dat zou ook gewoon... Een instelling zou het kunnen zijn. Ja. Dus daar ga ik nu maar naar kijken. Er is geen koppeling in dit spel. Oké. Dan weet ik dat. Ik
me daar dus geen zorg om te maken. Beetje hoge refs, niet tegen de muur aankomen. Komt hier een bocht. Rechts. En direct 1. Naar links. Zullen we best even verplaatsen. Oeh. En een muur. Oh. Mijn rechte voorwiel. Een beetje kapot. Ik denk niet dat hij dat nog gaat doen. Oh. Zelfs gezet ik nu manueel. Het maakt toch helemaal niks uit. Het maakt wel uit. Hij is alleen niet nodig om te schakelen en ik heb een afwijking naar rechts. Een behoorlijke afwijking naar rechts ook. Dus ik reset mijn auto even. En ik ga nu legit rijden. Met de in-auto camera. Ik wist niet dat hij een bocht was. Hij doet het nog, alleen... Hij heeft een enorme afwijking. En dit vind ik best wel heel erg... cool. Mijn stuur centreert niet meer goed. Oftewel, hij is kapot. Of niet? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik ga gewoon proberen het circuit een beetje af te rijden. Even rustig, ik rijd alleen wel van de verkeerde kant op. Maar goed. Dit was een afsnijweggetje. Oh, stuur. Ik wil niet nog verder kapot. Remmen. Oké, remmen doet het nog. Altijd goed als je remmen het nog doet. Ja. Ik heb niet zo heel veel stuur naar rechts. Omdat hij al een afwijking naar rechts heeft ofzo. Dus laat ik de bochten maar lekker rustig nemen, wou ik zeggen. Volgens mij was het geen afsnijweg, volgens mij was het gewoon echt een andere weg. En opeens zit ik weer de goede kant van het circuit op te rijden. De muur is niet de goede kant op. Dus ja, daar moet ik maar even van dan blijven. Mijn auto geeft niet eens meer aan in welke versnelling ik sta. Volgens mij is er dan toch wel iets mis. Waar zijn de pits? Volgens mij daar. Camera weer goed zetten. Gelukkig kan ik ook naar mijn schakelbak kijken. Oh, daar zijn de pits. Dus als ik hier langs rijd, zou je moeten denken. Oh, ik rijd gewoon de goede kant op. Dat ik hier zou moeten komen. Ik haal het. Oh, hij heeft ook pedal shifters, maar dat heeft deze auto in het spel niet. Dus ik blijf lekker bij mijn handgeschakelde. En we zijn er bij de pits. En ik ga proberen te beschadigen als dat hij al is. Al is dat moeilijk aan het worden. Mm-hmm.
weet het. In het echt kun je niet je hoofd zo ver opdraaien. Maar het maakt mij nu niet uit. Ik ben geparkeerd. Hoe ziet de auto eruit? Hoe erg zal het zijn? Ah, dat valt best mee. Dat valt niet mee dus. Ja, ik had het niet gesteld, maar jullie zullen het vast wel horen. Ik ben verkouden. Maar goed. Ja. Ik ga even naar de Jungle Rock Island. Of naar de Small Island. East Coast USA. Gewoon echt helemaal niks van wat ik eerst in gedachten had. Er staat daar een behoorlijk getune auto. Die ga ik niet gebruiken. Ik ga lekker een rallyauto gebruiken. Nu mijn stuur weer gewoon goed werkt. Ja, ik hoor al geluid. Dat is goed. Nu nog even helemaal laden. Goed zo. De Hirachi Sunburst. Hier staat de rally. Mooi. Ik wil zeggen, waar staat de rally versie? Maar die staat gewoon hier. Oh. Manual automatic clutch. Ah. Ik moet zeggen, dit rijdt eigenlijk beter dan de andere. Oh, totdat je een boom gaat raken en gewoon dood bent. Want je motor zit in je. Oh, het is even wel. Perros om mee te schakelen. Alleen iets doen doet hij niet meer. Hoe zou dat nou komen? Oh, misschien omdat mijn motor weg is. We resetten wel gewoon. Rustig blijven, rustig blijven. Je kunt het allemaal aan, Frank. Je kunt het allemaal aan. Oh, we gaan de stad in. Oh, weer een brug. Volgens mij ga ik gewoon een beetje hard voor deze weggetjes. Er vloog een koplamp weg, niemand heeft dat gezien. Het doet het namelijk nog. Nu gebruik ik de echte paddle shifters, die zoals je in het spel ook aan dit stuur ziet zitten. En hij rijdt nog verbazingwekkend goed. Alleen niet voor lang meer wou ik zeggen, maar ik heb het gered. Tip, ga niet in het echt ook over zo'n wegje 100 plus rijden. De dashboard is ingedukt. Wel, mijn stuur stond nog scheef. Ik wil een burn-out gaan doen. Dat is dan ook even het laatste gedeelte van deze video. Even een proper burn-out. Vol gas. Oh, wacht. Dit kan natuurlijk ook. Dit is beter. En de koppeling op laten komen. En een burn-out. Doe ik dat niet echt. Nee, blijf staan. Blijf staan. Deze meneer dan. Nope. En ik red nu zo. Totdat ik een boom raak. En bij die klap. Bij die verwoesting van deze mooie auto tegen de boom. Zeg ik dankjewel voor het kijken. Dan sla ik het einde van deze video. En ja, zoals ik al heb gezegd. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. En tot de volgende video. Ciao.